En een beetje meme deed je dan ook nog. Van... doodeng. Dit is allemaal doodeng. Dit vind ik allemaal zo eng, jongen, die clowns. Vandaag ga ik in Clubgenoten terug naar het Nijmegen van de jaren 70. De tijd van de hippies en van de straatfestivals. Op deze foto uit 1976 zie je een deel van het groepje dat zich Circus Reboot noemde. En dit is Rob Platel. En inmiddels is hij een bekende bloemist en kunstenaar. En dit is ook het groepje, maar dan in een andere bezetting en in actie. En deze vrolijke snuiter hier, dat is Hanneke Heesels. En zij is nog steeds werkzaam als clown en doet dat tegenwoordig terwijl zij dementerende ouderen bezoekt. Hier bovenop zie je mijn hoofdgast van vandaag, actrice René Fokker. Bekend van haar rollen in de zomer van 45, Vrouwenvleugel, Zwarte Tulp. Maar hier als 15-jarige al helemaal bezig met haar grote passie, het acteren. Maar wel als clown. René was iemand met een rijke fantasie, zeg maar. En altijd in voor gekke dingen. Ja, zij was nergens bang voor. Ze kwam ook al... op een gegeven moment had ze helemaal nog volgens mij geen rijbewijs. Kwam ze in een of andere zo'n deuschevootje aanzetten. De meeste mensen waren een beetje verlegen, maar zij was nooit verlegen. Dus als je met haar was, dan maakte je vanzelf ook wel veel leuke dingen mee. Omdat zij... nergens voor wegkroop, hè? Ja, ze was altijd bezig met beweging, dans. Ze was ook heel creatief, soms met improvisaties. En kwam zij met ideeën aan, ja. Circus Reboot, wij noemden ons Circus Reboot. Ja, we traden heel veel op. Voor kindertjes, bejaardenhuizen ook wel, volgens mij. Maar dan hadden we een wat aangepast programma. Soms ook op straat. We deden ook straattheater. Het leukste van die tijd was het oefenen. Het oefenen en... in door een roosje, in die zaal. Het was zo'n grote band met spiegels. En daar zaten we dan met z'n allen voor gekke bekken te trekken. En we deden gewoon allemaal mee. We waren gewoon een stelletje, ja, jonge tieners. René Fokker wordt op 29 juni 1961 geboren in Nijmegen. Ze groeit op in een groot gezin en komt door haar broers al jong bij jeugdcentrum Door een Roosje terecht. Ze maakt eerst deel uit van een dansgroep, maar al snel sluit ze zich aan bij het excentrieke gezelschap Circus Reboot. Op haar 17e wordt ze getipt bij een modellenbureau. Ze loopt verschillende shows in Tokio en heeft tientallen fotoshoots. Kort daarna krijgt René een ernstig auto-ongeluk en ondergaat ze een jaar lang verschillende operaties. Als ze is hersteld, vervolgt ze haar droom en meldt ze zich aan bij de toneelschool. Naast veel rollen op het toneel is ze ook al snel te zien in televisieseries. Zo speelt ze de hoofdrol in het tv-drama De Zomer van 45... en krijgt ze bekendheid met de hitserie Vrouwenvleugel. In 1996 wint René een Gouden Kalf voor haar rol in Blind Date. Een film die ze maakt met haar goede vriend Theo van Gogh. Nou, ik vind dit ongelooflijk. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is een hele eer. Ik ben er heel erg blij mee. Op dit moment is René te zien in de Nederlandse dramaserie Zwarte Tulp. En vanaf 2016 in de Belgische serie Chaussée d'Amour. Het oude Door Roosje. Ja, ja. Is het lang geleden dat je hier geweest bent? Ja, heel lang. Ik heb een keer ooit een reunie gehad, maar daarna was het echt... toen ik vertrokken ben in Nijmegen. De laatste keer dat ik het echt heb gezien, zag het er ook niet zo uit. Hoe zag het er dan uit? Nou, het was veel meer in de hippiesfeer met bloemen. En volgens mij was het geel en oranje. En hier was geen ingang. De ingang was aan de voorkant. Het is allemaal veranderd. Dus er is al heel vaak aan geknutseld. En nu bestaat het niet meer. Want jij kwam hier in de jaren 70, heel hè? Veel. Ik woonde hier. Met dit groepje. Ja. Circus Reboot. Ja. Wat was dit voor groepje? Je had het Festival of Fools in de 70 jaren. De tijd van Django Edwards. Nou, dat was ik helemaal gek van. Dus dat wouden wij ook. Dus maar wat deden jullie dan? Nou, wij deden optredens, zoals je ziet, in gymzaaltjes met lakens aan maar de achterkant. Maar heb je deze mensen ooit nog gezien? Nee, nee. Ja, haar één keer.
Of twee keer, die ben ik wel eens in Amsterdam tegengekomen. Maar je weet niet meer hoe ze heet? Hanneke. Hoe vind je het om weer iedereen te gaan zien? Ja, geestig. Ja, spannend. Ik ben benieuwd. Zo lang geleden. Ik was, het is gewoon 40 jaar geleden. Ik was hier 14, 15, 16. Ik ben nu 54. Niet zeggen, hè, mensen. Kom, we gaan naar binnen. Ja. Het is vast heel erg veranderd. Heel erg. Dat denk ik wel. Hallo. René, ik wil jou heel graag wat filmpjes laten zien van je oude clownsclubje. Oh. Van Circus Reboot. En zijn daar filmpjes van? Nou, van de mensen die erin zaten. Oh, dat kan je zeggen. En een van de filmpjes gaat over Rob Platel. Rob Platel, ja. Hij is internationaal bloemist en vliegt de hele wereld over om zijn kennis en vakmanschap te delen. Maar sinds 15 jaar maakte Rob Platel ook kunstwerken van natuurlijke materialen. En zijn inspiratie daarvoor had hij gewoon uit zijn eigen achtertuin. Wat hier nou zichtbaar is, dat is zo'n fantastisch mooi patroon. De bruine bladeren van de peer. De fantastisch gekleurde bladeren van de kers. Prachtige kleuren die natuurlijk gaan vervagen als het indroogt. Maar wat je meteen ziet, dat er een bepaald soort ritme ontstaat. Hier met die bladstelen. En dat is iets wat in mijn werk ook heel veel terugkomt. Het ritme van het. Ik vind het fijn om één materiaal te kiezen en daarmee door te gaan, dat uit te diepen. Wow, daar zie ik echt niets meer van terug. Grappig. Mijn opa die had een boomkwekerij in Brabant. En daar waren we veel, dus het zit er wel van vroeg af aan in. Daarna ben ik een opleiding gaan doen als hovenier. En van lieverlee kom ik in natuurkunst terecht. Hij maakt natuurkunst. Hier heb ik een opzet gemaakt van een richting waarin ik denk dat het zou kunnen gaan. Van heel klein naar groter in het midden. Ik doe mijn best om het zo mooi mogelijk, zo netjes mogelijk te doen. Maar het materiaal zelf, dat zorgt er eigenlijk voor dat er een bepaalde speelsheid in komt. De kunstwerken van Rob zijn geliefd. Naast veel plekken in Europa hangt zijn werk in Dubai, Canada en India. En waar komt jouw creativiteit vandaan? Ik weet het niet. Het is een soort scheppingsdrang, denk ik. Die alle creatievelingen, denk ik, wel met mij hetzelfde hebben. En in een andere vorm. Hè, dat was ons theaterclubje eigenlijk ook. Dat was ook creativiteit. Ook zoeken naar in welke vorm geef je expressie. En bij mij is dat in natuurlijke richting gegaan met planten en bloemen. Wil Roosje voor mij was een broedplek. Waar ook geëxperimenteerd werd, ook op het gebied van softdrugs. Daar stond Wil Roosje onbekend. Maar het was een hele fijne plek om te zijn. Fijner als op school, waar we eigenlijk geacht waren te zijn, waren we vaker in het theehuis te vinden als misschien goed voor ons was. En daar draaiden zowel René als ik zelf ook onze diensten achter de bar. Als er iets te doen was, dan was René erbij. We waren gesminkt. René in het wit en ik had een goud gezicht met een blauwe band. En het grappige is, er is een stukje blauw blijven zitten. Er is sinds die tijd zit hier een klein blauw stipje. En dat komt van dat blauwe masker. Ik denk dat ik daar een klein wondje of zo had, dat het blijven zitten. Een kleine tattoo uit die tijd. Je herkende hem niet, hè? Nee, helemaal niet. Als ik hem op straat tegen zou komen, niet. Zat hij ook niet bij mij op school ook? Want ja, we gingen eigenlijk nooit naar school. We gingen eigenlijk liever niet naar school als wel. Wat hij zegt is wel waar. Hij was een hele aardige, zachtaardige, aardige jongen. Ja, dat is wat ik me herinner. En we deden veel, veel met elkaar. Ja, en dat hij. Ik weet niet of hij ook bij dat theaterclubje precies zat. Want het wisselde daar nog wel eens. Want ik was wel een soort die hard daarin. Ik zat echt bij die clownsgroep. Maar het was door een roosje. Je kon erin en eruit gaan. Dus er waren soms mensen die opeens ook bij de clownsgroep hoorden. En opeens weer niet. Ik zie er een oud wijf er zo uit, hè? Ik heb er zo geklikt.
René, welke rol speel jij in deze Belgische serie? Ik ben Colette, de Hollandse Colette. Een Colette die woont al 30 jaar in België. En die werkt als de oudste hoer van het bordeel, zullen we maar zeggen. En de serie heet Chaussée d'amour, zeg ik dat Chaussée goed? Chaussée d'amour. Ja, straat van de liefde. De chaussée is bekend ook wel, toch, in Vlaanderen, Marleen? Ja, absoluut. Dat is waar veel mensen naartoe komen om daar... Iets gezelligs te hebben, gezelschap samen, een wippie te maken of wat dan ook. Te poepen, zoals dat hier heet. Te poepen, ja. 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 Whenever you need me, I'm behind. En dat hele verhaal van in de visagie gaan, op een set zijn, dat is jou natuurlijk al heel lang bekend. Ja, ja. Want op je 17e ben je als model naar Japan vertrokken, ja, toch? Ja, vertel ja. eens, hoe was dat? Ja, dat was. Toen wist ik nog niks, hè. Toen had ik nog nooit zo. Ik wist überhaupt niet dat ik er nog wel enigszins uit kon zien als een model toen de tijd. Nee, ik ben daar toevallig terecht gekomen. In 3 dagen tijd zat ik opeens in Japan. Ach, god, ik was 17, net. En toen zeiden ja, je ouders moeten wel tekenen. Ik was wel bij de hand genoeg om te zeggen van ja, maar ik ga niks bloots doen als dat maar niet iets gevaarlijks is. Nee, nee. Er werd alweer het contract opgenomen. Heb ik getekend. Ik ben naar mijn ouders gegaan, die moesten toestemming geven. Ja, en die dachten, ja, die René, dat is toch al zo'n hopeloos geval. Die doet toch alles wat God verboden heeft. Heb ik nog 100 gulden gekregen van mijn vader. En 3 dagen later zat ik in Tokio. Bizar, ja. toch? Ja. Maar ik weet wel dat ik in het vliegtuig pas keek, dat ik dacht, ik ga naar Japan. Waar ga ik eigenlijk heen? En toen zag ik hoe ver het was. Toen schrok ik eigenlijk toen pas. Dat ik dacht, oh, dat is helemaal de andere kant van de wereld. En dan op een gegeven moment ga je terug voor een vakantie naar Nederland. Ja. En dan gebeurt er iets naars. Kan je daar eens over vertellen? Ja, ik zou dus terugkomen. Maar zij wilden mij naar Bali sturen of Hawaii. Want daar gingen alle modellen heen. Ja, ik wist toen helemaal niks van Bali en Hawaii. Het klonk allemaal lekker. Je wist niet dat lekker. Dat hele fijne orde nee. zijn? Ik zei, okay. Nee, ik wil naar Nijmegen. Ja, zei joh. Ik. Gezellig. Gezellig. Ik wou al mijn vrienden weer zien. En, aan de houtkachel zitten en een jointje roken. Wat ik gemist had. En nou, dat was ook oké. En toen was ik net terug. En toen was het voor de kerst, kwam ik terug. En op kerstavond vertrek ik om mijn ouders weer te zien. En dan ben ik nooit aangekomen. Want ik werd aangereden. En toen ben ik met mijn hoofd het vooruit geslagen. En was mijn schedel verbrijzeld. Je ziet nog steeds littekens. Ik heb een prothese in mijn hoofd. En mijn hersenvlies erdoor. Zie ik het pas. Ja, dit is allemaal deuken. Op de camera zul je het wel zien. Dat heeft wel gewoon ook wel mijn leven getekend. Dat ik dacht, als ik dingen wil doen, doe ze nu. En pluk de dag, want het kan zo voorbij zijn. Hoe werk jij zo in de loop naar een serie of een film aan je eigen personage? Ik ben een prostituee. Dat is niet iets wat ik dagelijks doe natuurlijk. Daarom. Dus ik dacht, hoe heb je dat aangepakt? Wij zijn met z'n allen ook naar een bordeel geweest. Daar heb ik met een madame gesproken. Ik ben over de wallen natuurlijk gaan lopen. Naar aanleiding van het script wat je krijgt, probeer je een personage te gaan volgen. Probeer je de geschiedenis en de drijfveren wat iemand heeft gemaakt tot wie het is. En, ja. Ja, dan ontstaat er een Colette of een andere dame. Is het anders om hier te draaien dan in Nederland? Ja, ja. Wat is het verschil? Wel. Het is toch een andere volksaard, de Belgen. Het is ontzettend aardig, het is ontzettend lief. Het zijn ook heel voorzichtig. En qua filmen, qua filmklimaat, is dat anders? Nee, dat komt wel op hetzelfde. Ik vind dat ze hier, voor deze serie hebben ze veel meer tijd. Wij kunnen behoorlijk veel draaien. Als je eens kijkt, als ik Zwarte Tulp kijk, dan draaien we 1 aflevering in 5,5, 6 dagen. En hier draaien we 1 aflevering in 10 dagen. Rijgen stop. Voor het volgende filmpje gaan we terug in de tijd. Naar 1996. De winnaar van het Gouden Kalf voor de beste actrice in 1996 is, dubbele punt, een hele bijzondere actrice, René Fokker. Doe dit nog eens.
Wat? Weet je wat je net deed? Net als je zo... Nee. Dat gaat per ongeluk. Bij deze. Wat geestig. Nooit teruggezien. Nou, dit, ik vind dit ongelooflijk. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is een hele eer. Ik ben er heel erg blij mee. Brengt nou Theo van Gogh het beste in je boven als actrice? Nou, Theo brengt in die zin veel naar boven. In die zin dat hij 100% vertrouwen geeft in zijn acteurs. Oh, dat is prachtig. Ja, en als één ding belangrijk is voor een acteur of actrice, is dat een regisseur helemaal voor je gaat. Ja. Dat hij op de tafel gaat staan en staat zingen van je. Mon actrice. René, ja. Nogmaals heel hartelijk gefeliciteerd. Ja. En op naar je volgende film. Ja, absoluut. Dank je wel. Ja. Dit had je nooit teruggezien, zei je net. Nee, nooit teruggezien. Ontzettend leuk om het terug te zien. Dit is bijna 20 jaar geleden. Lang geleden. Oh, jong koppie nog. Ja, ja. Ja, toen had ik nog maar één kind, nu heb ik er al twee. Ja. En, herken je het nog? Ja. Dit is de grote zaal, hè, waar het altijd gebeurde. Het is helemaal geen grote zaal. Nee, het is nu een heel klein zaaltje. Iedere woensdagavond was swingavond. Nou, het was dé avond to be. Swingavond? En dan, ja, swingavond. Dat klinkt nu best wel een beetje... En dan gingen we allemaal helemaal zo, helemaal swingen. En helemaal hippie. Het waren natuurlijk de jaren 70. Want wat was dat nou voor tijd voor jou? Het was echt de hippietijd. We liepen allemaal in van die lange jurken met bloemetjes. En het liefst ook bloemen in de haren. Of die kraaltjes zo die je in de haren deed. En veel blowen. En boom, Shanghai. En chillums en waterpijpen, jongen. Die heb ik wat afgebloot hierboven in het theehuis waar ik ook werkte. En waar we dan mu-thee schonken. En die mensen waren toch allemaal wat ouder. En dan liep ik hier als zo'n jong grietje rond. Zei ik, mag ik hem aanblowen? Mag ik hem aanblowen? En dan wist ik dat toch altijd voor elkaar te krijgen. Want ja, zij moesten toch ook kopen met hun cent. En ik mocht hem dan altijd aanblowen. En hoe gingen jouw ouders daarmee om? Wisten zij wat hier allemaal gebeurde? Die hebben nooit geweten dat het zo heftig was. En ik wist dat gewoon. Ik was toen misschien al een goede actrice. Ik wist dat heel goed verbloemen, maar ik ging ook vaak stiekem, want wij woonden daar bij de ziekenhuizen in de Burggraafstraat. En dan zei ik dus dat ik naar bed ging. En dan ging ik weer naar Door een Roosje tot 4 uur dansen. En dan ging ik weer de muur omhoog en dan ging ik weer mijn bed in. En een huisarrest en zo, daar deden ze niet echt aan. Dan probeerden ze daarover te praten. Ja, en de volgende avond ging ik toch weer over de muur. Ik was niet te houden. Hey little girl, is your daddy home? Did he go in? En dat was daar de stafkamer. Daar, als je daar naar binnen mocht, ja, dan hoorde je er helemaal bij. Hè. En mocht jij dat? Ja, ik was altijd de stafkamer. En hier was het winkeltje om stuf te kopen. Hier, deze. Hier was het winkeltje. Zo. En wat was dit vroeger? Dit was het theehuis. Hier werkte je? Ja, hier was een... dit is nu een studio geworden. Ja. Met de clownspakjes. Je raadt het al. Ja. Zullen we het eens doen? Ja, kan ik jou ergens mee helpen? Eens willen zien deze? Hoe ik dat daar deed. Kijk, dat deed ik wel zo rood. Zo'n enorme moes. Zullen we dat doen? Ja, eens even kijken. Ja, dit toch? Is hier, denk je, de basis gelegd echt voor jouw spelen later? Ik denk dat ik wel heel jong al in me had dat ik... wilde optreden en zo. Zal ik jou de mond maken bij jou? Ja. Moet ik niet iets witter nog? Moeten we niet kijk iets... Kijk nu. Kijk eens. Nee, mooi. Je moet je zo doen. Ja. Blijven lachen. Ik wou eigenlijk echt naar de clownschool in Zurich. Hè. Dat was echt mijn... als je daar naartoe kon, dat was wel helemaal te gek. Achteraf dacht ik, toen ik eenmaal op de toneelschool zat, durfde ik ook niet echt te zeggen dat ik een clown, dat ik clown wilde worden. Het ziet er een beetje smoezelig uit. Ja, het is ook niet echt rood. Maar als ik het nou met lippenstift doe, dan zit je vandaag de rest van de dag, krijg je het er niet meer af. Thank you.
Ik zie al, dat is Tetje, of niet? Ja, kijk, niks veranderd. Oh, hi. Maar Tetje doet... Ze doet even die deur open, ja, ja, ik help wel. Ja, ja, kijk, het werkt, ja. Het is niks veranderd. Oh, hallo. Jij was zo klein. Ja. Ja, ik was kleiner. Oké, luister, dit is wel even vrij bijzonder om te vertellen. Tetje woont in L.A. en is speciaal voor deze reunie naar Nederland gekomen. Serieus. Tetje, ja. Je woont al 30 jaar in L.A. Oh, nee, dat wist ik helemaal niet. Ja. Wow, wat fantastisch. Nou, welkom home, baby. Dat is hier allemaal, hierboven. Heb je die foto's nog gezien van ons? Ja. We gingen altijd samen. Jij had dat rokje aan, weet je nog? En kreeg jij les van Tetje? Nou, we deden met elkaar. Wij deden, kregen les van Giorgio en Soep. En Pierrot. En Django Edwards. Django Edwards, Pierrot, Carlos Traffic. Ja, laten we even jong leren of we dat nog kunnen. Ja, ja. Kan je dat echt nog? Ja, oké. Ik heb het nooit meer echt gedaan. Die mee. Oh, dat jij hier bent, man. Hoe lang hebben we elkaar niet gezien? Hoe oud ben jij nu? Ja, ik ben 60. Oh ja. Oh, je bent al 60. Je ziet er goed uit, joh. Living in L.A. Ja, jij ook. Oh, dank je. Ik dacht dat je nooit zo 60. Het laatste filmpje voordat we naar de reunie gaan gaat over iemand die nog steeds werkzaam is als clown. Hanneke Heesels. Jeetje. We gaan met z'n tweeën spelen. Voor mensen met dementie. Zorgen dat we even contact kunnen maken. Dat ze uit hun dagelijkse doen komen. Dat ze even een klein feestje hebben. Bij Circus Reboot zet Hanneke Heesels haar eerste stappen in de clownswereld. Nu, 40 jaar later, werkt ze als artistiek leider bij Care Clowns. Een organisatie die op bezoek gaat bij dementerende ouderen in een zorginstelling. En ook zelf speelt ze nog regelmatig mee. Ja, zou het hier dan zijn? Ja, het is hier. Ah. Hallo. Hi. Hallo. Hi, hallo, hi. Ik versta het niet. Hallo. We zijn wel clowns, maar dat is een staat van zijn meer. Kijk, als wij er gewoon uit zouden zien, dan zouden die mensen niet kunnen plaatsen. Wie bent u dan? He, wat komt u hier eigenlijk doen? Dus er moet een soort zijn, een identiteit zijn, waardoor jij je ook kan permitteren, he, dat is het ook, om al die dingen te doen die je doet. Ik moet er toch niet aan denken dat mijn moeder in een huis, en er komt ineens een of andere raar type, die gaat ernaast zitten op de knieën, die gaat weet ik veel wat, allemaal kan toch niet. Muziek is meteen een andere beleving. Onmiddellijk dat hele lichaam wordt een soort van ja, hè, en blij. En ja, dus dan kan je ook binnenkomen, dan kan je verder. Dan kan je ook eens een keer lekker ernaast gaan zitten en een duwtje geven. Of, nou ja. Dus muziek is heel, heel belangrijk. Ja. Dus je hebt altijd iets, maar in zekere lichtheid, waardoor je altijd wel iets te melden hebt. Maar zodra zij komen met iets, dat je denkt, jezus, dat sjoelen was een groepsthema. Hè? Dus hoppa, nou, goud. Sjoelen, hè? Hoppa, en je doet. Het zijn ook wel eens dingen die ik negeer, hoor. Als zeg ik, kan niemand mij naar de wc brengen of zo? Dat gebeurt wel. Dan denk ik, ja, doe, dat, daar ben ik niet voor. Waar is die? Waar is die nou? Oh, wat een end. Het is weer hard gegooid. Als ik denk, nou, je kan wel wat hebben, vind ik heel erg leuk om bij dat soort mensen de grens op te doen, een beetje zo te, hè, even sparren met elkaar. En dat is wel iets wat ik heel erg leuk vind. Want het is een risico. Het kan ook best zijn, je zegt, flirren. Nou, oké, dan nemen we liever dat risico.
dan iemand in die bubbel te laten en daar eindeloos in te laten. Daar komen we wel voor, om te kijken waar iemand geprikkeld kan zijn. Even naar buiten komen, want dat is wat gebeurt met mensen met dementie. Die raken steeds meer naar binnen. Och. Oh. Ik wist wel dat ik heel graag dit wilde leren. Ook die workshop, die vrat ik op met huid en haar. En ook dat dansen, dat bewegen, dat wilde ik echt mee verder, dat wist ik. En ik denk, daar is wel de kern begonnen voor mij van wat ik nu nog steeds doe. Dat klopt. Klap je niet voor me? Nou, mooi werk. Ja, hè? Ja, fantastisch. Wat grappig dat zij daar nog steeds is. Ik had haar nog wel eens ontmoet, ja. Ik weet ook dat ze volgens mij heeft ze ook een opleiding gedaan aan de, als docent drama of zo, heeft zij. Tenminste, dat meen ik te herinneren, maar ik wist niet dat zij nog steeds. Wel ontroerend, ja. Heb jij ooit nog als clown gewerkt? Nee. 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 Dat zou je nog wel eens willen doen? Nee, niet echt. Nee? Nee, daar ben ik zo ver van. Ik zou niet precies weten. Nou, ik zou niet echt. Ik zou dat nog wel. Ik doe natuurlijk ook nog wel komisch, maar dan zou ik geen rode neus opzetten. Ja. Dan zou ik het misschien iets anders doen. Snap ik wel. En herken jij Hanneke nog? Ja, meteen. En de stem. Ja. Hoe vind je het om iedereen zo weer te gaan zien? Ja, spannend. Raar. Het is heel lang geleden. Ja, het is echt heel lang geleden. Heel lang. Dus Hanneke herken ik meteen. En de stem ook. Maar Rob Platel, ook de stem niet. Nee, die was ik gewoon voorbij gelopen. Cool, we gaan het gewoon doen. Ben heel het komt altijd ja. Goed. Ja. Kan okay. Ja, zeker. Leuk. Daar is ze dan, René Fokker! Ja. Jos? Ja, weet je nog die film? We hebben de film gemaakt. Ja, jeetje. Hé, hey. Ja. Ja, dat is nog, hè? Ik ken jouw gezicht, ik ken jouw mond zo heel goed nog. Oh. Aan je krullen. Weet je dat nog, hè? Ja, dat is echt. Hier, Pierrot, waar we les van hadden. Ja. En ik heb echt al deze en zo'n sketchje uitgeschreven. Hoi. Oh, je werkt ook in Roosje. Ja. En je was een schat, ik kon het met jou ook heel goed vinden. Wat geestig. En wie ben jij ook alweer? Ik ben Jan. Jan? Boeien? Ja. Ah, nee. Ja. Echt? Jezus, wat leuk. Hey. Ja. Ik heb nog foto's van ons. Ik ben nog een beetje doorgegaan met jou. Zo zag je eruit. Ja. 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 Het is ontzettend leuk om iedereen weer even te zien. Ik was hartstikke jong. Hè? Ik was echt een kippetje toen ik daar. Ik was echt 14, 15, 16. En toen verdween ik eigenlijk al naar Japan. En toen eigenlijk het ziekenhuis in. En toen naar Amsterdam. En ja, nu ben ik weer terug. Jullie ook allemaal. Ik vind het ontzettend lief dat jullie allemaal gekomen zijn. Ik wil gewoon even toasten. Ik ga zo met iedereen. Heel erg bedankt voor het komen. Ik vind het geweldig. Ja, ik vind het leuk om iedereen te zien. Er komen echt weer herinneringen boven. En ook door de foto's die je ziet. Ja, denk je van, oh ja, oh god, dat hebben we gedaan. Het betekent heel veel voor iedereen. En ook voor René. En ja. Wat ze nu doet, dat verbaast me niets. Dat had ik altijd al het gevoel van, nou, dat gaat de goede kant op. Ze gaat echt daar iets mee doen. Als ik haar naam voorbij zag komen, dan wist ik wel van, oh, dat is Herneetje van Circus Reboot. Ja. Ik vind haar ontzettend weinig veranderd. Ik zie nog echt Reneetje zoals ik haar toen zag. En dat vind ik wel heel, ja, bijzonder eigenlijk. Ja, voor mij blijft ze gewoon Reneetje. Ja. René Fokker met haar oude clownsgroep. En volgende week is striptekenaar Hanco Kolk mijn hoofdgast. En met hem ga ik terug naar het begin van zijn carrière. En die begon in Arnhem. En dat was toen nog de striphoofdstad van Europa. Tot volgende week.